Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Liam en Jordi zijn lekker in hun eigen wereldje. En mama, die zit ook in haar eigen wereld. Oh, daar kom je aan. Daar komt hij aan, hoor. Oh, echt waar? Heb je nog meer te vertellen? Nee, deze kun je niet hebben. Die is van mama. Nee. Liam die ligt er lekker te slapen. Jordi krijgt nu zijn flesje. Doe ik daarna zijn luiertje verschonen. Want meneer flikt het altijd als hij een schone luier aan heeft om nog even de boel vol te poepen. Dus vandaag doet hij altijd onder het fles drinken. Dus dan ga ik dadelijk zijn luiertje nog doen en dan kan hij lekker slapen. Ja. Maar voor nu eerst even lekker flesje drinken. Hé, jongen. Hier word je toch vrolijk van? Je bent net wakker, hè? Hallo. Net wakker. Gaan we zijn luiertje even doen. En dan krijgt hij alweer bijna een flesje. Ja, mama heeft geüpload. Ja. Mijn lekkere stukken. Ja. Ik ga hem heel eventjes een luiertje doen. Maar ik kan het ook niet laten om te knuffelen met jou. Wij zijn op papa aan het wachten. Zodat we kunnen eten, hè, schatje? Ja. Je hebt ook honger, hè? Ja. We eten lekker ettensoep. De ettensoep die mama vorige week gemaakt heeft en in de vriezer gestopt heeft. Ja, die eten we vandaag. Lekker. Jij eet ook ettensoep, hè? Ja. En Jordi ook, die eet ook ettensoep. Ja. Ja, dat zijn wij. Ja. En Jordi is in de box aan het spelen. Ja. En wij liggen nog eventjes. Totdat papa thuis is. Liam, was de echte soep en het toetje lekker? Liam. Liam. Was alles lekker? En Jordi die eet vrij netjes hoor, wat dat betreft. Maar die knoeit nu alleen een beetje omdat papa niet oplet. Maar voor de rest... Kijk, papa de schuld. Ja, wat is dat dan? Maar hier zit iemand lekker te smeren. Gaan we maar eens even schone kleedjes zo pakken, jongen. Ja, schone kleedjes pakken. Ja. Kleine smeerpoets. Liam die ligt al heerlijk te slapen. En Jordi die gaat nu lekker zijn flesje krijgen en slapen. En ik ga heel eventjes nagels doen bij mezelf. Ik heb daar zoveel zin in. En ik weet dat het door hormonen waarschijnlijk...
Net wel, net niet zal houden, maar ik had er gewoon zin in. We gaan gewoon kijken hoe ver het schip strandt. Een hele goede morgen. Jullie die sliep nog net, dus ik heb Liam maar gedaan. En Niels is op dit moment heel eventjes door het op, weet ik het. Ja, hij moest ook een vriend helpen en weet ik het allemaal. Dus. Maar ja, mijn nagels zien er zo uit. En deze kant ziet er anders uit, omdat ik een andere topgel had. En ik wilde weten of dat hetzelfde reageerde op gekleurd als op ja, glitterachtig spul werkte. En volgens mij werkt het hetzelfde op elkaar. Ik heb wel eens gehad dat het anders werkte namelijk. Dus ik had zoiets van, ik wil dat toch eens testen. En ik wilde toch nagels, dus ja. En Liam die gaat zo in zijn loopwagentje om zijn eten te laten zakken. En dan gaat mama even kijken of Jordi alweer wakker is. Ja, en dan gaat mama hier aan de gang. Maar mama heeft gisteren niks meer gedaan en papa doet ook niks. Dus kan mama alles op gaan lossen. Yay! En ook Jordi is wakker! Hij was een beetje doorgelekt, dus ik heb hem even omgekleed. Maar ik had geen shirtje meer beneden liggen, dus die ga ik zo dadelijk even overpakken. Maar eerst een lekker flesje, hè, jongen? Ja, eerst lekker flesje. En mijn hand vasthouden. Oké. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Was jij er ook? Liam was al lekker op tijd wakker. En mama ook. Mama was ook al even wakker. En gisteren heb ik niet zoveel gevlogd. Want ik ben er gewoon niet aan toegekomen. Het was allemaal zo druk met de kindjes en zo. En we gaan vandaag doen. Ja, vandaag eventjes nog beneden poetsen. De was doen. En lekker met de kindjes zijn, hè papa? Ja. Ga je lekker in bad? Ja, ik ga vandaag in bad. Zeg maar goedemorgen allemaal. Ik ben al druk aan het spelen. Ja. Ondertussen zit die ma aan mijn pruik te voelen. Hier, hoppakee, daar gaat ie. Och, jongen toch. Maar, laat de zondag maar beginnen. Liam, dat is niet zo prettig. De kindjes hebben net fruitje gehad. Mama dan is aan, gaan ze in bad. Ja, mama is aan poets even. En gaat papa even voetbal kijken. Ja. En dan is het weer bijna tijd om naar bed te gaan voor de kindjes. Ja. Liam heeft wel eventjes geslapen, dus ik ben benieuwd of dat hij dadelijk wil slapen. Maar ik moet nog heel even een paar dingetjes doen. Kan ik stofzuigen en dweilen en dan is het weer klaar voor de zondag. Ja, ik moet mijn was nog doen, maar goed. De kindjes zitten lekker even uit te buiken. Zie je gekke bekkie trekken? Heb je net lekker fruitje hoofd gehad? Hè? En jij ook, hè? Lekker uitbuiken even, hè? Ja! Onder het genot van juf Roos natuurlijk. Wie anders? Wij zijn even de kindjes hun nagels aan het knippen. Ik ben net klaar met Liam, maar ik zit dus zo eronder en dan ga ik dus een grapje maken. Kijken of dat hij er nog steeds in trapt. Bah!
Gaat hij mijn haren trekken? Bah! Bah! Ik doe hem nou kietelen met zijn beentjes hier. Vindt hij leuk? Boe! Hi! Boe! Niet grappig? Jij bent niet zo'n lolbroek wat dat betreft, hè? Nee, hij is niet zo'n lolbroek. Maar we gaan ze lekker eventjes in de douche zetten. Moet ook gebeuren. Hè? Kleine stinkert? Ben je een kleine stinkert jij, hè? Jordi. Kiekeboe. Hij is nou serieus. En nou ga ik hem laten lachen. Wat een middag. Niels is even gaan sporten. Jordi wilde niet gaan slapen. En dan heb ik hem eindelijk in slaap. Want hij had buikpijn. En het was gewoon echt schreeuwen met de kraan open. Dus ja, niet echt handig om te filmen. Ze zijn wel lekker gedoucht en ze waren ook heel vrolijk. En je hebt ook lekker gedoucht, hè. En hij is net wakker, dus hij krijgt nou een lekker flesje. En als Niels dadelijk thuis is, ga ik even gewoon naar de supermarkt. Moet even een paar dingetjes halen. En ja... Ik moet alleen nog even de grote tafel doen, de toilet schoonmaken en heel eventjes stofzuigen en dweilen. En dan is het hier alweer zover klaar. En dan mijn was natuurlijk, maar ja, dat kan ook straks. Hallo. Hi. Liam heeft gegeten. Jordi heeft gegeten. Niels heeft gegeten. Joef heeft gegeten. En ik ga zo eten. Jordi en Liam hadden boerenkool uit de vriezer. Niels had nog Chinees van gisteren. En ik eet lekker een ciabatta broodje. Dan denken jullie misschien van Mandy, dat is niet slim, bla 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 bla. Ik vind dat lekker. Ik heb daar zin in. Dus ik ga dat eten. En we hebben Jordi trouwens nog geholpen. We hebben Jordi nog geholpen met poepen. Want hij bleef maar buikpijn houden. En hij heeft wat meer gepoept, hè papa? Dus ja, dat is gelukt. Maar goed, ik ga heel even wachten op mijn eten. En even eten. En dan is het alweer bijna tijd voor Liam om naar zijn bedje te gaan. Kindje ligt op bed. Huishouden is gedaan. Was is gedaan. Ik heb de tas voor morgen al ingeruimd. Want morgen moet Liam de inentingen hebben. Het is minst leuke van baby's. Alleen Liam is eigenlijk altijd nog goed vanaf gekomen. Hij heeft wel iets over verhoging, maar ik doe dat altijd met zetpilletjes. Ja, onderdrukken ook niet echt, maar gewoon dat hij de scherpe randjes eraf heeft. Toch? Intussen ligt Joef mij in te vervelen. Ja, madame die kan het weer niet laten. We zijn weer aan het filmen. Joef. Nou. Maar Jordi die is nog enigszins wakker, wat ik net hoorde nog. Maar hij is wel lekker rustig in zijn bedje. Daar gaat het om. Dus wij gaan deze ups en downs afsluiten. Want
We gaan dadelijk douchen. Niels gaat zijn baard eraf halen. Want het is gewoon niet te doen meer. Zal Jordi wel balen? Want die zat straks nog lekker zo te voelen zo. Ja, Jordi kan er zo lekker in gaan zitten kriebelen en doen. Ik niet. Ik vind dat maar niks. Over 3 weken is hij er weer. Ja, dan is hij er weer. Morgen heeft hij een blote billen gezicht. En dan langzamerhand begint het weer. Bij jou groeit het niet zo hard. Ah ja. Maar wij gaan deze upsen dan afsluiten. We gaan in de koffer kijken. En dan douchen, scheren. Ja. En naar bed. En naar bed. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.